Ja, niet iedereen wist ervan, blijkt wel, als wij hier op het Zwarte Pad zijn in Scheveningen. Want ja, de chauffeurs lagen waarschijnlijk al op bed voor hun vroege dienst toen het nieuws bekend werd. Goedemorgen. Hebt u het laatste nieuws al gehoord? Nee, nog niet gehoord. HTM kan HTM blijven. Nou, hartstikke fijn. De trams blijven onder HTM-vlag rijden. Hartstikke mooi. Dat is een heel mooi bericht. Ja, ik denk dat dat een heel positief bericht is, ja. Ja, jullie hebben actie gevoerd, hè? Ook als tramchauffeurs. Waar waren jullie eigenlijk bang voor als het geen HTM zou kunnen blijven? Ja, bang voor de voorwaarden, denk ik. Voor je salaris, uiteindelijk. Is het reden voor gebak op de zaak? Laten we het hopen. Er stond vanmorgen nog wel niks in ieder geval. Nou goed, dat is dus nog maar de vraag of het echt een feestje is dat HTM kan blijven. Want voor de mensen zelf lijkt er niks te gaan veranderen. En dat is niet altijd even goed nieuws waarschijnlijk. Dus geen gebak denk ik vandaag bij HTM.